koninklijk betekent als van een koning betamend. De koninklijke weg betekent niet op zijpaden gaan, geen slinkse wegen bewandelen en iemand niet benadelen of tekort doen omdat je meer weet of een hogere of machtigere positie bekleedt. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond aandacht besteedt aan de soms onnavolgbare wegen van de koninklijke Shell bij de verdwijning en latere verdrinking van matroos Leo Radmund uit Zeist. Radmunds moeder werd bijna 35 jaar geleden door Shell ingelicht dat haar zoon aan boord van de olietanker Capulonix werd vermist. Decennia lang geloofden zijn nabestaanden in een tragisch ongeluk en zelfs aan zelfmoord. Want Radmund verdween overdag op een spiegelgladde zee. Niemand zou meer over hem hebben gesproken als wij niet eind vorig jaar een wanhopige e-mail hadden gekregen van de dochter van een andere opvarende van de tanker, die schreef dat haar vader al 34 jaar worstelde met zijn geweten. Mijn vader heeft hier nooit over durven spreken. Hij heeft hier psychische schade door geleden en loopt het op de dag van vandaag rond met dit verhaal. Alles is door Shell in de doofpot gestopt. Aldus de schrijfster. Het was het begin van een langdurig journalistiek onderzoek waarbij onthutsende feiten boven water kwamen die keihard bewijzen dat matroos Leo Radmund om het leven is gebracht. En daar was niets koninklijks aan. Er heerst paniek aan boord van de Capulonix, een olietanker van Shell. Er is een man overboord. Iemand gooit een reddingsboei in de golven, maar de onverduidelijke matroos kan er niet meer bij. Hij verdwijnt uit het zicht. Snel worden schepen in de buurt gealarmeerd. Er zijn er twee die reageren. Wat volgt is een urenlange zoekactie naar de matroos, maar het is zoeken naar een speld in een hooiberg. De man is verdwenen, verdronken. Dat kan bijna niet anders. Het dichtstbijzijnde land is een piepklein eilandje op zo'n 35 kilometer afstand. Het slachtoffer is de 36-jarige Leo Radmund uit Zeist. Tegen het vallen van de avond wordt de zoekactie gestaakt en hervat de Capulonix zijn reis van Japan naar de Perzische Golf. De eerstvolgende stop is de haven van Singapore. Shell uit Rotterdam stelt de familie van Leo in Zeist een dag later persoonlijk in kennis van het vreselijke nieuws. Die maandag volgt dan nog deze brief aan Leo's moeder. Rotterdam, 20 mei 1974. Van de gezagvoerder van de Capulonix ontvingen wij de telegrafische mededeling dat uw zoon Leo op 18 mei 1974 in de middag aan boord werd vermist. Onmiddellijk werd een zoekactie ondernomen, waarbij nog twee schepen assisteerden.
Deze zoekactie heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Met zijn heengaan betuigen wij u en allen die hem dierbaar zijn onze deelneming. Wij wensen u en de uwe kracht toe dit grote verlies met berusting te dragen. Hoogachtend Shell Tankers. Leo vaart al sinds zijn tienertijd. Hij komt uit een gemengd gezin. Hij heeft een Nederlandse moeder. Zijn Indonesische vader is al kort na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië overleden. Leo heeft twee zussen en een broer, André. Mijn moeder belde mijn opa, die schrok mij echt een hoedje, want ik ben gelijk in de auto gestapt en ik ben gelijk, wat ik bijna nooit doe, in mijn dode uppie, dus naar Zeist gaan, naar mijn moeder toe. En daar heb ik mijn moeder gewoon bij gestaan en gepraat. En wat dachten jullie dat er was gebeurd? Nou, in de eerste instantie heb je daar geen gedachte bij. Want wat kregen jullie te horen? Wij kregen gewoon te horen dat hij vermist was. En verder niks? En voor de rest niks. Is Leo tijdens het werk uitgegleden? Of heeft hij misschien wel zelfmoord gepleegd? De familie is vertwijfeld en in rouw en gaat uit van een zelfmoord omdat de vermissing gebeurde bij Kalme Zee en midden op de dag. In het personeelsblad Tussen Schip en K van juli 1974 drukt het bedrijf deze rouwadvertentie af. De slotzin getuigt van medeleven. Wij verliezen in hem een gewaardeerde medewerker die wij nodig zullen missen. Onze gedachten gaan uit naar hen die hem dierbaar waren en we hopen dat zij de kracht zullen vinden dit voor hen zo zware verlies met berusting te dragen. Zowel in de rouwadvertentie als in de persoonlijke brief aan de nabestaanden eindigt Shell met de toch wel opmerkelijke toevoeging dat men hoopt dat de familie het zware verlies met berusting zal dragen. Berusting duidt er immers op dat men zich neerlegt bij de ongewisse toedracht van het verlies en niet verder zoekt. Aan Shell Nederland BV. De heer P. de Wit, president-directeur. Hilversum, februari 2009. Betreft vermissing, overlijden, Leo Rapmund, mei 1974. Geachte heer de Wit, in het kader van researchwerkzaamheden voor mijn televisieprogramma Peter R. de Vries misdaadverslaggever vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op of omstreeks 18 mei 1974 is het bemanningslid van de Shell-tanker Capulonix, de heer Leo Rapmund, enkele honderden kilometers ten zuiden van Japan overboord geslagen en nagenoeg zeker verdronken. It's dreamy weather. We're on. You waved your crooked. Er fietst een man door Zeist. Along an icy pond. Hij draagt een bijzonder geheim met zich mee. En iedere keer, als hij langs dit huis fietst, wordt hij eraan herinnerd. Het is het huis van de familie Rapmund, die jaren geleden hun zoon verloor op de Chinese zee. Vaak zit hij Leo's moeder in haar tuintje bezig. Zal hij haar aanspreken? Het vreet aan hem. Maar de belangen zijn groot. Meer dan 20 jaren zijn zo voorbij gegaan. En de raindrops on my window. En the ice in my dream. En nu, in 1995, als de man al in de 70 is, ziet hij Leo's moeder nooit meer in het tuintje. Zou ze soms overleden zijn? Hij overwint zijn schroom. Als hij aanbelt, doet Leo's zuster open. Nu moet hij het wel vertellen.
De man was vroeger scheepsvoerman bij de Shell en voer als chef van Leo Rapmoen mee met die fatale tocht van Japan naar de Perzische Golf in 1974. Hij woont ook in Zeist en worstelt nu al 21 jaar met zijn geweten. Hij vertelt hier eindelijk zijn verhaal. Matroos Leo was helemaal niet per ongeluk van boord geraakt. En het was zeker geen zelfmoord. Leo Rapmoen was overboord gegooid, geslagen en getrapt. En Shell weet precies hoe het zit. Het gebeurde tijdens een ruzie met een andere opvarende. Hij was gedronken en op het achterdek was Leo toen in elkaar geslagen. Diverse getuigen zouden hebben gezien hoe Leo op een gegeven moment met zijn vingers nog net aan de dekrand hing en hoe de dader er toen op heeft getrapt. Net zo lang tot Leo losliet en in de golven verdween. De dader zou bij de eerstvolgende haven van boord zijn gestuurd. De bemanning is vervolgens bijeengeroepen en kreeg te verstaan dat Shell de zaak verder zou afhandelen. Contact leggen met de familie Rapmoen werd nadrukkelijk afgeraden, aldus het relaas van Leo's chef aan boord. Leo's familie is diep geschokt. Het heeft alle ingrediënten van een regelrechte doofpotaffaire. Want dat afhandelen door Shell betekende dat de familie was voorgelogen door te suggereren dat het een ongeluk of zelfmoord was. Ze moesten immers berusten. Een grove leugen over een zwaar misdrijf die op deze manier dus al 21 jaar in stand bleef. Als klopt wat de getuige nu vertelt, tenminste. Aan de directie van Shell. Familieleden van deze Leo Rapmoen hebben ons gemeld dat zij vele jaren later, in 1995, samen met hun advocaat een gesprek met Shell over de dood van Leo Rapmoen hebben gehad op het kantoor van de advocaat van Shell. Te weten, De Brouw, Blackstone en Westbroek. Namens Shell werd daarbij volgens hen het woord gedaan door de heer meester H. Knijf. Een aangetrouwde neef van slachtoffer Leo Rapmoen, die jurist is, zijn vrouw en een bevriende advocaat worden midden jaren 90 ontboden door Shell. Ze hebben een ontmoeting bij de huisadvocaat van de oliemaatschappij, het prestigieuze kantoor De Brouw, Blackstone en Westbroek, gevestigd in de Rode Olifant in Den Haag. De directie van Shell is ook aanwezig. Aanleiding was de getuigenis van Leo's collega die na 21 jaar aan de familie had opgebiecht dat Leo geen zelfmoord had gepleegd, maar dat hij door een andere matroos overboord was getrapt. De geschokte nabestaanden hadden daarop na rijp familieberaad in een pittig schrijven aan de directie opheldering geëist. Moord noemt de familie de dood van Leo in hun boze brief aan de Shell. Pas 2 maanden later hadden ze dit antwoord van de maatschappij ontvangen. Na zich alinea's lang uit te putten in het benadrukken van de zorgvuldigheid waarmee Shell zaken als deze afwikkelt, erkent men nu tot verbijstering van Leo's nabestaanden na meer dan 20 jaar opeens dat er inderdaad een verdachte in het spel was. Maar, haast Shell zich te zeggen, die was volgens alle denkbare regels behandeld. De ambassade in Singapore was verwittigd en alle beschikbare informatie was keurig aan de politie overhandigd, aldus Shell. Verder stelt Shell in deze brief dat niet meer is na te gaan hoe de familie in 1974 in het persoonlijke gesprek met de medewerker precies is geïnformeerd. Men suggereert echter dat Leo's moeder over een man door verdriet het allemaal niet goed heeft begrepen destijds.
De familie is woedend. Bovendien, zowel in de rouwadvertentie als in de persoonlijke brief van de familie werd met geen woord gerept over een vechtpartij. Reden dat men al 21 jaar rekening hield met zelfmoord. En dan was er natuurlijk nog de getuige die in gewetensnood kwam. En dat was heus niet omdat Shell de familie zo correct had ingelicht natuurlijk. En wie denkt dat Shell nog enig blijk geeft van spijt of medeleven, of misschien excuus aanbiedt, komt bedrogen uit. Aan het einde van de brief meldt de oliemaatschappij koeltjes: uw aantijgingen zijn volstrekt in strijd met de waarheid en werpen wij verre van ons. Van enige erkenning van aansprakelijkheid onzerzijds kan geen sprake zijn. Overigens staat, gelet op het tijdsverloop, een actie in rechten niet meer open. Pikant is dat Shell de familie in deze brief voorspiegelt dat men, na aanleiding van de getuigenis van Leo's collega, een gedegen onderzoek naar de zaak heeft verricht. Want hoe gedegen die onderzoeken van Shell dan wel zijn, zal verderop in deze reportage blijken. De verdrietige en boze familieleden zijn met hun advocaat, na aanleiding van de briefwisseling, nu dus ontboden op het advocatenkantoor van Shell in Den Haag. We schrijven voorjaar 1996. In dit verslag beschrijft de jurist van de familie hoe die ontmoeting verliep. Een ontmoeting pas nadat Shell en diens advocaat de nabestaanden eerst bijna een half uur hadden laten wachten. We stonden net op het punt weer op te stappen. In een vergaderzaal werden we gescheiden door een gigantische tafel, opgewacht door de directeur van Shell Tankers, zijn beoogde opvolger en iemand van Shell Legal. Dan neemt ook topjurist Knijf van het prestigieuze advocatenkantoor plaats tegenover de nabestaanden. Zij zaten met hun rug naar het raam, zodat wij tegen het licht inkeken. Wij waren destijds alle drie al ervaren genoeg in het voeren van gesprekken om te begrijpen dat de gekozen methode kennelijk intimidatie was. Het gesprek is voor de nabestaanden zo mogelijk nog intimiderender, want in plaats van over de nieuwe getuigenis te praten, kiezen Shell en de advocaat voor de aanval. Het gesprek gaat helemaal niet over excuses, laat staan over een eventuele schadevergoeding zoals de nabestaanden hadden verwacht. Shell voelt zich nog steeds ten onrechte aangevallen en wil niet op de nieuw aangedragen feiten ingaan. De vertegenwoordiger van het advocatenkantoor gaat zelfs zo ver dat hij zich hardop afvraagt wat de nabestaanden eigenlijk precies komen doen. De overledene had immers geen vrouw en kinderen en onderhield dus niemand. Zodoende was er ook geen sprake van enige schade door het overlijden, zo zegt hij tegen de verbijsterde familieleden. Deze buitengewoon botte wending van dit toch al onaangename gesprek werd mijn vrouw te veel. Zij verliet op dit punt geëmotioneerd het gesprek. Kunt u aangeven wat in deze kwestie de opstelling CQ de reactie van Shell is geweest? Kunt u aangeven of Shell na de bespreking nog iets met het verhaal van de familie Rapmund heeft gedaan? En, zo ja, wat dan precies? Gedesillusioneerd gaat het drietal weer naar huis. Afgeschrokken door de houding van Shell en het advocatenkantoor besluit men de zaak maar te laten rusten. Echt antwoord heeft men niet gehad. Er blijven veel vraagtekens. Wat was er nu precies gebeurd? Hoe was Leo dan om het leven gekomen? En als er dan toch sprake was van een misdrijf, wat is er dan met de dader gebeurd? En waarom heeft Shell destijds de familie onvolledig voorgelicht? Evaluerend kwamen we tot de conclusie dat het gezien de buitengewoon agressieve en oncoöperatieve houding van Shell niet voor de hand lag dat de zaak alsnog tot iets zou leiden. Maar omdat het al zo lang heeft geduurd, is er en er niks verder gebeurde, en ik uiteindelijk ook zelf niks kon ondernemen, is er verder niks meer aan gedaan en moet ik er zelf verder mee leven.
En zo werd de korte deining rondom de dood van matroos Leo Rapmoen door Shell en diens advocatenkantoor, hier achter mij, in de kiem gesmoord. Tot wij er afgelopen najaar lucht van kregen. We ontvingen toen deze e-mail van een bezorgde vrouw. Haar vader worstelt al 34 jaar met een probleem, schrijft ze. Mijn vader heeft hier nooit over durven spreken. Hij heeft hier zeker psychische schade doorgeleden en loopt tot op de dag van vandaag rond met dit verhaal. Alles is door Shell in de doofpot gestopt, zo schrijft ze. De vader van de schrijfster was ooit werkzaam aan boord van de Shell-tanker Capulonix. En, juist ja, hij was in psychische nood, omdat ook hij wist dat er veel meer aan de hand was dan een ongeluk of een zelfmoord van Leo Rapmoen. De vader van de briefschrijfster heet Jan Kramer. Destijds ook matroos, net als Leo. Maar ik was Leo aan het afmaken. Dat zag ik. Hoe ver stond je er vandaan? Nou, een paar meter. Kon je tussen beiden komen? Nee, nee. Nee. En begreep je dat? Mike was een grote man. En daar ga je niet tussen springen. Mike was een muiter. Zo noemen we het vroeger. En jij was een jongen van nog ik maar 19? Ik was een jongetje van 19. En ik dacht, wat is dit? Kramer is dus een ooggetuige. En hij weet ook de naam van de dader nog. Mike M. Het ging er heel erg van toe. En ook waar het op uitdraaide, dat Mike die duwde Leo steeds meer naar het hekwerk, naar de reling. En op een moment ging hij schoof me tussendoor. En daar ging Leo. Viel die meteen in het water? Ja. Nou hield ze eigenlijk nog vast. Aan de reling? Ja. En toen heb Mike heb op zijn handen getrapt. En toen was het over. Wat dacht je toen je dat zag gebeuren? Oh, ja, wat denk je? Je weet niet wat je... Je kan het je niet voorstellen, zoiets. Dat zoiets gebeurt. En zeker niet als je 18 of 19 bent. Dan denk je, wat is dit? Wat hebben jullie gedaan toen Leo echt overboord viel? Toen Leo overboord viel, ben ik naar de misscheeps gerend. En gaan rennen. En man overboord. Alarm geslagen? Ja, alarm. Meteen. Ja. Want hoe zou je het zelf betitelen wat je hebt gezien? Waar ben jij getuige van geweest? Van een moord. Die man is vermoord. Ik heb gezien dat die man vermoord is. En ik heb er een verklaring over gedaan. Ik heb het opgeschreven. Ik ben kapitein geweest. Ik heb verteld wat er gebeurd is. En er gebeurt helemaal niks mee. Voelde je jezelf daarna ook bedreigd? Of was ja, hij heeft mij bedreigd. De dader. Hoe die is naar mij toegekomen. Die zei later, als je het tegen de kapitein vertelt, ga je ook. En daarmee bedoelde die, ga je ook overboord? Ja, dan ga je ook overboord. Ja. Dan moet je... S'nachts wachtlopen. En dan moet je constant in de gaten houden van, waar is hij? Want die man was gewoon aan boord. Hij ging niet de cel in, we hadden geen cel. Maar hij werd ook niet opgepakt, er werd niks mee gedaan met die man. Dus hij had iemand vermoord. De kapitein wist het, iedereen wist het. En er werd niks mee gedaan. Jullie zijn naar Singapore gevaren en toen? Toen is Mike van boord afgehaald door een politieboot. Hij is op vliegtuig gezet naar Nederland. En that's it. Wat had er in jouw ogen met hem moeten gebeuren? Hij had voor moeten komen. Voor een rechter. En ik had mijn verhaal moeten doen. Er is nooit iemand bij me geweest. Niet van de Shell. Niet van de rechtbank. Van Jan Kramer. Wat is er nou gebeurd? En dat had wel gemoeten. Tuurlijk. Je kunt er niet zomaar iemand vermoorden. Dit betekent dat er dus minstens twee getuigen zijn die na 34 jaar precies hetzelfde verhaal vertellen. Uit
Shell heeft de ware toedracht van de dood van Leo Rapmund verzwegen. Dit terwijl iedereen aan boord wist dat hij op gewelddadige wijze is omgebracht. De eerste getuige was immers Leo Chef aan boord, die op eigen houtje de familie van Leo in 1995 al inlichtte, waarna Shell de familie afpoeierde. Het blijkt dat deze man nog leeft en nog steeds in Zeist woont. Hij is bijna 90 jaar oud. Goedemiddag mevrouw, mijn naam is Peter de Vries. Oh, van, ik zie het al. U ziet het al, hè? Ja. Ja, en ja. Ik zei, ik kom voor uw man. Voor mijn man? Ja. Wat is daarmee dan? Nou, die zouden we graag even willen spreken. Nee, ik zal u vertellen waarvoor wij langskomen. Ja. Ik heb begrepen dat u bent zeeman geweest. Ja. En dat u ooit op het schip de Capulonix heeft gevaren. Capulonix, ja. Heeft u opgevaren, hè? Ja. En daar ik heb zo'n idee waar het over gaat. En ja, wat denkt u? Rapmund of zo. Ja. Leo Rapmund. Ja. Oh, die van die, ja. 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 Daar weet u meer van, hè? Even leunen, hoor. Die leeft dan niet meer? Nee. Ja. Nee, die is overboord geslagen. De hoogbejaarde getuige vertelt hoe Leo ruzie kreeg met ene Mike M., een matroos uit Trinidad. Ze waren dronken en Leo had toen racistische opmerkingen naar Mike gemaakt. Hij had dat glas jenever opgezopen van die maar dat vond hij niet goed natuurlijk, die Trinidadder. Ja. En die sleepte me mee naar het achterdek, naar het poepdek zou ik maar zeggen. En die sloegen met elkaar. En dan had je dus toevallig tussen dat hekwerk, had je een touwtje zitten. Dan gooi je altijd een rotje doorheen, overboord. En toen hing hij aan die nagelrand van dat schip. Opstaande rand. Ja. Van de nagel, noemen wij een nagelrand. En heeft hij die eraf getrapt. En toen is die naar beneden gevallen. Dus ik vloog naar de brug toe. En het was die kapitein erbij en al die dingen meer. Het was, sloep maar klaarmaken, niet? En, een boei over de muur gehoord met een lichtje dat... als hij nou ergens zwemt, dan kan hij dat ding pakken, maar hebben we nooit meer gevonden. Nee. Maar in feite is het dus zo dat Leo Rapmund in feite gewoon overboord is geslagen. Dat hij nog met zijn voeten zijn handen heeft weggetrapt. Heeft dat... Het is eigenlijk moord, zou je kunnen zeggen. Ja, moord, ja. Moord. En dan blijkt dat al direct in 1974 is geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen. Een leidinggevende functionaris van de oliemaatschappij ontdekt namelijk dat de getuigen en Rapmund toevallig allebei in Zeist wonen. En men ziet liever niet dat de getuige de familie tegenkomt. En dan het hele verhaal gaat vertellen. Want... Van de Shell was meneer Verhoeven. De aannemer, meneer Verhoeven met... ja, lieve man. Ja, ik kon hem ook. Ja. En... ben je nou van plan om naar de familie toe te gaan? Ik zei, nee, ik zei, dat is mijn pakkeel niet. Nou ja, daar heb je wel gelijk in, zegt hij. Ik zei, nee, ik zei, dat moet de Shell toch doen. Die jou en die kapitein, die moeten het toch regelen. Ik niet. Dat hoef ik niet te regelen. Maar wie was dat dan, die meneer Verhoeven? Die? Die meneer Verhoeven, wie was dat? Van de Shell? Een aannemer bij de Shell op kantoor. Die zat op kantoor. Met een beetje stijve poot had, die brilletje op. En welk kantoor was dat dan? In Rotterdam? Op de Koolsingel. Oh. In Rotterdam. Hm. Ja. Dat was in feite de baas toen? Ja, die vroeg mij, ga je dat nou vertellen aan de week? Zeg ik niet, want ik woonde toch vlakbij. Ja. Dit was dus de reden dat de getuige de waarheid zo lang voor zich hield... en pas na 21 jaar de stap zette om bij de familie aan te bellen.
Kunt u aangeven wat er destijds in het journaal van de Capulonix over de toedracht, / oorzaak van het te water raken van de heer Leo Rapmund is opgenomen door de kapitein, dan wel door andere leidinggevenden aan boord? Heeft u anderszins de beschikking over rapporten, verslagen, getuigenissen, processen verbaal over de vermissing van Rapmund? Wat zeggen deze? En bent u bereid deze documenten aan ons ter inzage te geven? We proberen nog meer opvarenden van de Capulonix te traceren. Zouden zij ook het verhaal bevestigen? Zou de dader nog te vinden zijn? Zou hij nog leven? We hebben een naam en we weten dat hij oorspronkelijk uit Trinidad komt. Via een verzamelaar komen we in het bezit van hele jaargangen oude edities van het Shell personeelsblad Tussen Schip en Kaap. Onder het kopje Vloot Personalia vinden we de naam van de hoogstverantwoordelijke. Het is kapitein Sietse Harders. Hij was de baas aan boord en moet het incident hebben gerapporteerd. Maar helaas, Harders is in 2006 overleden. Peter belt zijn weduwe. Heeft u wel eens iets gehoord van een vechtpartij aan boord en dat er toen iemand overboord is geslagen die nooit meer is teruggevonden? Klinkt u dat bekend in de oren? Dat heb ik wel toen gehoord, ja, dat ze dan gezocht hadden. Precies. Die hebben ze toen niet gevonden. En dat was het gevolg van een vechtpartij geweest? Dat meen ik wel. En ik meende dat hij toen ook nog naar Rotterdam was toen ik thuis kwam. Uw man moest naar Rotterdam? Ja, hij ging altijd naar Rotterdam als hij thuis kwam. Maar dan moest hij ook over het incident praten. Hij moest komen rapporteren wat er gebeurd was? Ja, ja. En weet u ook hoe dat is afgelopen toen? Nee. Nee, dat weet ik niet. We spuren verder naar andere opvarenden die misschien nog wel in leven zijn. En die zijn er. Dit is Hans Winia. Ook hij was matroos en ook hij heeft het allemaal voor zijn ogen zien gebeuren. Net als Jan Kramer, onze eerste ooggetuige. Dit zijn de twee mannen begin jaren 70. Op ons kantoor ontmoeten Jan Kramer en Hans Winia elkaar weer voor het eerst in bijna 35 jaar. Hoe is het met jou, huh? Jongen? God. Ze zijn zichtbaar emotioneel, niet in de laatste plaats door het geheim dat ze al die jaren al delen. Ja, goed. Oh, dikke. Je bent nog hetzelfde. Ja. Ja. Alleen de haren eraf. Ja. Ja. Zit je al achter? Ja, ik ben Hans. Ja, hoe is het? God. Hans. Dit is mijn beste maat. Ja. Dit is mijn maatje. Op het gegeven moment heeft Leo zijn evenwicht verloren. En hij kan nog net met zijn beide handen aan het achterdek vasthouden. Op dat moment ook ging Mike bij het vingertoppen van elk hand zo op zijn vingertoppen trap, zeg maar gewoon. Ik zei tegen Mike van, weet je wat je gedaan hebt, zeg ik zo tegen hem. Toen ging hij mompelen, wat zei hij? Hij zei, ik kon hem ook moeilijk verstaan. Nou, en even later heeft hij dan een doek gepakt en het bloed afgeveegd daar van waar er op dek lag. Mijn maat, nog een andere jongen en ik met z'n drieën hebben we een verklaring gelegd tegenover die kapitein. Ging u ervan uit dat hij opgesloten zou worden? Dat hij hiervoor berecht zou worden, een gevangenisstraf zou krijgen? Ja, is logisch. Zo denk ik het. Dat hij daar in Singapore misschien achter slot en grendel zou belanden. En het is trouwens een moordzaak. Thank you.
Met Peter de Vries. Herman Kievits. Ja. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, fijn dat u belt. Mijn vraag is eigenlijk kort en helder. Wanneer kan ik antwoord tegemoet zien op mijn brief? Ik kan u dat nog niet vertellen. Maar is dat journaal van de Capulonix dan al boven water? Journaal heb ik ook nog niet gezien. Ja, maar dat moet het toch gewoon zijn? Dat is toch gewoon het journaal van een tanker? Nee, dat is toch zo. Tot nu toe hebben we in ons onderzoek alleen gesproken met het lagere personeel aan boord van de Capulonix. De vraag rijst, hoe is er binnen het kader omgegaan met de affaire? Want de officieren aan boord moeten immers via een vast protocol omgaan met dit soort misdrijven. Deze brief schreef de derde stuurman van de Capulonix in mei 1974 naar zijn vrouw in Nederland. Hij kwam pas aan boord nadat de dader in Singapore van boord was gehaald en heeft alles dus van horen zeggen. Maar de affaire houdt de gemoederen dan nog erg bezig op de Capulonix. Want hij schrijft vanaf de Indische Oceaan precies een week na de gebeurtenissen aan zijn vrouw. Een paar dagen voor aankomst hebben de matrozen in een dronken bui een van hun collega's overboord gewerkt. Ze hadden hem eerst in elkaar geslagen en toen over de reling gezet, waar hij zich nog aan vast probeerde te houden. Maar na veel schoppen tegen zijn vingers heeft hij toch los moeten laten. Er waren getuigen bij, maar die durven niets te vertellen, uit vrees dat ze ook overboord verdwijnen. Deze brief is zeer kort na de gebeurtenis geschreven en is bovendien van de hand van een stuurman. Een belangrijk document waarin het vermoeden weer bevestigd wordt dat Shell de familie van Leo gewoon heeft voorgelogen. Waar het wel om gaat is, wanneer krijg ik antwoord op mijn brief? Want inmiddels zijn we nu weken verder en heb ik nog steeds geen inhoudelijke reactie gezien. Nee, maar die inhoudelijke reactie, voor zover die nu beschikbaar is, die krijgt u dus van mij. Ik ben overigens zelf nu even 2 weken op vakantie en ik stel voor dat we hier begin april een punt achter moeten kunnen zetten, want dan is het dus inderdaad ook wel lang genoeg geweest. Ik vind dat als u het over april begint te hebben, ja, dan ga ik wel een beetje stijgen, hoor. Nee, maar u mag van mij stijgen hoe hoog u wil. Daar word ik niet warm of koud van. Volgens de officiële regels moet de kapitein bij een misdrijf zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelen, waaronder het verhoren van de opvarenden. Deze verhoren moeten gebeuren in het bijzijn van 2 andere schepelingen en er moet officieel proces-verbaal worden opgemaakt. De ooggetuigen die wij spraken zijn inderdaad bij de kapitein geweest voor een verklaring. Maar het heeft er alle schijn van dat deze getuigenissen later zijn weggemoffeld. Ik bedoel natuurlijk in het ongereden zijn geraakt. Met als gevolg dat er nooit een strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit is kwalijk, maar had als voordeel dat de tanker niet door onderzoeksautoriteiten aan de ketting werd gelegd en er geen langdurig oponthoud plaatsvond. Wat zeer kostbaar is, zeker als het om een olietanker gaat zoals de Capulonix. Dan heb ik het nog maar niet over de reputatieschade voor de Shell die op deze manier werd voorkomen. De wet schrijft in gevallen als dat van Rapmund voor dat in een buitenlandse haven de plaatselijke autoriteiten moeten worden gewaarschuwd en dat de verdachte daar in hechtenis moet worden genomen of door een Nederlandse ambtenaar naar Nederland moet worden geëscorteerd. De derde stuurman die de brief aan zijn vrouw schreef verving blijkbaar een ander die inderdaad samen met de dader in Singapore van boord is gegaan. Dit is de heer Joost Boonstra, die later zou opklimmen tot kapitein bij de Shell. Maar ik weet wel dat er alcohol in het was in het weekend. Ja. Ze hadden allebei wat gedronken? Dacht u? Dat weet ik wel zeker. En toen is er behoorlijk gevochten. En wat is er toen gebeurd? Nou, het enige wat ik hoorde was dat ik werd gebeld dat we gestopt waren. En dat we gingen zoeken dat hij overboord was gegaan. Maar hoe, dat weet ik niet. Maar wel door die vechtpartij.
Ja, uiteraard. Ja. Want is het niet zo dat zo'n kwestie aan boord op een bepaalde manier moet worden afgedaan? Dat dat moet worden onderzocht door een of andere raad of instantie of wat dan ook? Dat is natuurlijk het... Kijk, als het een Nederlands schip was onder een Nederlandse vlag, dan moet er een scheepsverklaring opgemaakt worden. Maar zoals ik al zei, dit was Liberiaanse vlag en daar gelden andere dingen natuurlijk. Ja. En ik denk dat dat met een jongen van Trinidad, een schip onder Liberiaanse vlag, dat dat toch andere dingen zijn. Ja, want dat is niet in Singapore gebeurd. Dat is niet daar afgehandeld. We zijn met een charterplane waar we toen vaak gebruik van maakten met KLM. Half vracht, half passagiers zijn we naar Nederland teruggevlogen. Ja. En was dat vanwege dit geval? Bent u eerder van boord gegaan met hem? Ja, ja. Ik weet dat ik met hem teruggevlogen ben, dat hij op Schiphol opgehaald werd door iemand van de maatschappij. En ik ben naar huis gegaan. Ja. Van de Shell? Ja. En heeft u toen ooit nog gehoord hoe dat is afgehandeld? Nee. Uiteindelijk hebben we 12 opvarenden gevonden die toen aan boord waren van de Shell-tanker Capulonix. Ze zijn van alle rangen, van matroos tot officier. En allemaal vertellen ze precies hetzelfde verhaal. Sommigen van horen zeggen, anderen uit eigen waarneming. Er is geen speld meer tussen te krijgen. Leo Rapmund is overboord gegooid en Shell heeft dat al die tijd heel goed geweten, maar naar de familie tientallen jaren verzwegen. Het was op een zaterdagochtend. Ja, dat is een ruzie ontstaan ergens op het achterdek. Die is flink in elkaar gemet en toen overboord geslagen. De mensen waren gehoord en er is een scheepsverklaring opgemaakt en toen was het eigenlijk de kous afgehandeld eigenlijk. Daar tussen Shell Tankers en de kapitein van het schip. En daar ben ik alleen maar tussenpersoon in. En ik heb een eed afgelegd voor beroepsgeheimen. Daar kan ik niets over vertellen. En toen bleef hij aan de reling hangen. Toen heb ik zijn hand getrapt. De dader is in Singapore van boord gehaald. En daar laat ik nooit meer van de goede man gehoord natuurlijk. En die jongen die is van boord afgehaald, maar een half jaar later zagen ze weer in Rotterdam blijven. Uit de getuigenissen komt de volgende gang van zaken naar voren. De matrozen Leo en Mike zijn aan het drinken. Er ontstaat ruzie, waarbij volgens getuigen Leo enkele racistische opmerkingen maakt naar Mike. De aardig beschonken mannen vechten het op het achterdek uit. Dezelfde getuigen zien dan hoe Leo nog net aan zijn vingers aan de dekrand hangt en hoe Mike er net zo lang op trapt tot hij loslaat en in de golven verdwijnt.
De getuigen leggen verklaringen af bij de kapitein. Nadat een van hen heeft gezien dat Mike bloed van het dek afpoetste. En in de volgende haven, dat is Singapore, wordt de dader Mike M. van boord gehaald. Onder escorte van een derde stuurman gaat hij met een chartervliegtuig van de KLM naar Nederland, waar hij op het hoofdkantoor van Shell wordt afgeleverd. En volgens mij had dat journaal van die Capulonix al lang boven water moeten zijn. Dat is toch niet iets wat ergens in een hoek slingert bij de Shell? Ik heb het al niet gezien. Nou, dan ga ik me toch een beetje afvragen hoe de Shell georganiseerd is. Als dat niet teruggevonden kan worden. Het logboek van een tanker. Nou, we zijn blijkbaar dan niet zo goed georganiseerd als Peter R. de Vries. Nee. We zijn nu op 13 maart. Dan is begin april toch helemaal geen redelijke termijn als ik u al op 23 februari heb geschreven. Nee, maar ik heb helemaal geen zin om die discussie. Nee, maar ik wel. Nee, nou, dat moet u dan doen. En dat vind ik ook allemaal prima. Maar ik kan u alleen maar verzekeren dat hier tot nu toe is het onderzoek hiernaar is absoluut niet verwaarloosd. Dat kan ik u echt verzekeren. Er is ja, maar die advocaat die erbij betrokken was, die Harro Knijf. Die werkt nog gewoon, dus die moet dan toch... Nee, natuurlijk. Dus, natuurlijk, dat klopt. Kijk, en wat er dus als bijkomende kleine complicatie voordeed... was het feit dat we natuurlijk een bepaalde archiefpolicy hebben. Maar daar is dus niks over Radmoen bij. Het duurt uiteindelijk een maand voordat Shell reageert. Het antwoord van 's werelds tweede olieconcern is zeer teleurstellend... Men kan behalve een rouwadvertentie uit het personeelsblad helemaal niets terugvinden in de archieven over de tragische dood van matroos Leo Radmoen. Bovendien weet men niets meer te achterhalen van de bijeenkomst op het advocatenkantoor De Brouw, Blackstone en Westbroek in Den Haag, waar midden jaren 90 de familie van Leo naar eigen zeggen werd afgepoeierd. Zowel bij Shell als bij het advocatenkantoor is er niemand die zich hier nog iets van herinnert. Aldus Shell. Op iedere vraag van Peter wordt precies hetzelfde antwoord gegeven. Nu wij geen gegevens over de zaak hebben teruggevonden, is het ons helaas niet mogelijk deze vraag te beantwoorden. You can be sure of Shell. De brief aan ons eindigt met: het spijt ons dat ondanks uitgebreid onderzoek u niet beter kunnen berichten. Van zo'n uitgebreid onderzoek door Shell hebben we eerder gehoord. Immers, in de brief die het concern in 1996 aan de familie van Leo schreef, benadrukte Shell ook al dat er naar de zaak een uitgebreid onderzoek was gedaan. Maar ondanks deze uitvoerige onderzoeken beweert Shell nu dus dat men geen snipper kan terugvinden en dat men zich zelfs geen enkel gesprek meer kan herinneren. Voor de goede orde, het gaat hier om een beursgenoteerde multinational van wereldfaam die hierin werd bijgestaan door het meest chique en prestigieuze advocatenkantoor van Nederland. Volgens de verklaring van Leo's familie was bij het gesprek in 1996 jurist Harro Knijf van dat advocatenkantoor aanwezig. Knijf werkt er nog steeds en is inderdaad de contactman voor Shell. Kunt u zich het gesprek nog herinneren dat u namens de Shell met de familie heeft gehad? Ik heb allemaal hulpmiddelen nodig en daarom heb ik mijn secretaresse gevraagd een paar dossiers te lichten om te kijken of daar misschien iets in zou kunnen zitten. Hoe graag ik het zou willen, ik kan er inhoudelijk helemaal niks over zeggen. U heeft er geen spontane herinnering aan? Absoluut niet. Knijf werkt dus nog steeds voor Shell. De toenmalige directeur van Shell Tankers, die er volgens de familie ook bij was, is inmiddels met pensioen. Zou dat schelen als het gaat om spontane herinneringen aan een pijnlijk verleden? Het is ex-Shell-topman De Winter. En inderdaad, hij weet het nog wel. Daar is een gesprek over geweest. Bij De Brouw en Blackstone, toch? Ja. Kantoor. Ja. Met meester Harro Knijf. Dat herinner ik me.
Ik weet dat het ging over een schip waarop ergens in de 70er jaren een man vermist is. Ik dacht dat het een vechtpartij geweest was, maar ik durf daar de details van niet meer als zeker weer te geven. Maar kunt u zich herinneren dat u dat destijds nog heeft laten uitzoeken in de krant van nou laten we eens even het journaal erbij. Ja, dat soort dingen die zijn boven water geweest, ja. Ja? Volgens mij wel, ja. In tegenstelling tot wat Shell nu beweert, was dat journaal er dus wel degelijk toen de familie om opheldering vroeg. Onbegrijpelijk derhalve dat men nu zegt dat er niemand meer iets weet en dat er helemaal niets meer van de dood van Leo Rapmund bewaard was gebleven. Ondanks dat uitgebreide onderzoek dus. Maar dat uitgebreide onderzoek hield bij Shell bijvoorbeeld niet in een simpel telefoontje plegen naar de toenmalig directeur. Nu ik het weet hoe het precies is gebeurd, heeft me dat heel erg aangegrepen. Dat schokt u. Daar heb ik heel, heel veel verdriet van. Want als mijn moeder dit had geweten, dan had ze het waarschijnlijk niet overleefd. Leo Rapmund is in 1974 overboord gegooid. Diverse ooggetuigen spreken van regelrechte moord. Alle betrokkenen uit 1974 die we hebben gesproken vertellen precies hetzelfde verhaal. En Shell die heeft decennia lang een volkomen onjuiste voorstelling van zaken gegeven die doet denken aan een doofpot. Het is tijd om de dader zelf op te sporen. Hij heet dus Mike M. Dit is een foto van hem uit 1974, toen Leo overboord werd getrapt. Hij woonde volgens de tweede stuurman destijds in Den Haag. Als hij nog leeft, moet het een man op leeftijd zijn. Shell-matroos Leo Rapmund is in 1974 overboord gegooid. De ooggetuigen spreken van moord. En Shell heeft decennia lang een volkomen verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Het is tijd om de dader op te sporen. Mike M. Dit is een foto van hem uit 1974, toen Leo overboord werd getrapt. Hij woonde volgens de tweede stuurman destijds in Den Haag. Als hij nog leeft, moet het een man op leeftijd zijn. En hij leeft. Hij is inmiddels 79 jaar oud. Ah, goedemiddag, meneer. Ja. Goedemiddag. Even spreken, mijn naam is Peter de Vries. Ja, u zult zich misschien afvragen. Ja. Waarom wij hier komen, meneer. Ja. Hè? Aan wat gaat het over, jongen? Zeg het maar. Nou, ik kom bij u omdat ik begrepen heb dat u ooit gevaren heeft. Klopt dat? Ik heb gevaren, ja. Ja. Maar u heeft ook gevaren op het schip de Capulonix, hè? Shell tanker. Ja, dat ken ik in de naam. Komt bekend voor, ja, ik weet niet, ja. Jaren geleden is dat. Ja, dat is in 1974 zo. 35 jaar geleden. Ja, misschien wel, ja, ja, ja. Ja. Capulonix, ja. Capulonix. Van de Shell. Ja, dat komt bekend voor, ja, ja, ja. 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 En de reden dat wij komen is dat we begrepen hebben dat er daar aan boord iets is gebeurd toen. Waar u bij betrokken bent geweest. Oh ja, dat, ja, ja, dat komt bekend voor. Ja, ja, ja. Weet u het nog? Ja, ja. Mike M. houdt zich van de domme, maar weet overduidelijk precies waar we voor komen. De kans is aanwezig dat hij er al 35 jaar niet over heeft gepraat. En het is dus zaak om hem behoedzaam de waarheid te ontlokken.
U heeft toch een vechtpartijtje met die man gehad? Nee, ik niet hoor. Of hij met iemand anders gevochten heeft, dat weet ik ook niet. Want u bent toch ook van boord gegaan daarna in Singapore? In Singapore ben ik van boord afgegaan, ja. Ja, en toen bent u terug naar Nederland gevlogen? Gevlogen, ja, dat klopt. En waarom was dat dan? Ja, de campagne zegt dat aan. Dat ik was erbij en zo, maar ja, ik had dienst en ik weet niet precies wat er gebeurt. En gewoon niet zeggen, ja, je moet terug naar Nederland toe. Ik zeg, nou is goed, dan ga ik maar. Want de kapitein zei dat u erbij was. Daarvoor moest u terug naar Nederland. Ja. Ja. En ik ben teruggegaan. En ik kom in Nederland dan nou nu. Hij gaat naar kantoor toe, hij heeft gemeld. En hij zegt nou ja, meneer, je moet, er was wat zo'n woord geweest en dit en dat. Dan blijf je verlopen in Nederland, dan ga je niet meer weg. En hij heeft mijn paspoort opgenomen, zo ik kan niet meer weg. Maar hoe is dat toen verder gegaan? Bent u toen na een paar maanden weer gaan varen? En ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, misschien een maand of zes. Dan heb ik mijn paas en alles terug. En zij zegt nou ja goed, we moeten je ontslagen. We houden je niet meer in dienst. En dan heb ik wat mijn rekening gehad en al mijn geld en alles wat ik te goed heb. En dan had ik later bij onder maatschappij varen, weet je wel. En ja. En ik heb verder niks van gehoord van dat gevalletje, weet je wel. Shell heeft zich na dat gevalletje kennelijk van hem ontdaan. En het verhaal dat alle autoriteiten destijds keurig zijn ingelicht roept op basis van zijn relaas vraagtekens op. Terwijl alle signalen wijzen op een ernstig misdrijf. Een levensdelict waar zeer lange celstraf op staat. Maar bent u ooit door de politie gehoord hierover? Nee, ik heb niks met politie te maken. Nee. U bent alleen door de Shell hierover? Alleen door de Shell, ja. Toen die tijd. En zei de Shell iets van, ja, maar dit, hier moeten we eigenlijk werk van maken, want er is iemand overleden en iemand overboord? En... Ja. We hebben verder niks gezegd. We hebben met geld en enorme dingen, ontslagbewijs en alles. Ja. En dat hebben ze gegeven, ja. Ja. En ik heb verder niks meer van gehoord. Maar weet u nog wat u gedaan heeft? Ik heb niks gedaan. Nee? Nee. Maar iedereen denkt dat u wel wat heeft gedaan. Dat is mogelijk. Mike M. probeert nog eenmaal te ontkennen. Maar hij ziet nu in dat dit geen zin meer heeft. Na dik een half uur komt de waarheid eruit. Meneer M. moet u eens luisteren. Ja. Van mij. U bent bijna 80 jaar. Ja. Vindt u dat niet een mooi moment om eens de waarheid hierover te vertellen? Wat ik net gezegd heb. Want u weet heel goed waar ik het over heb. Ik weet wat u het over hebt, ja. Ja. En u bent daarbij betrokken. Moeder, dat komt een beetje nou allemaal, maar ja, dat kom je even terug, weet je wel. En hij zegt, ja, kom maar, ja. Even naar de schip, ik zeg, wat heb je over nou? En hij dringt mij om even naar achter te gaan, weet je wat? Ik denk, nou, ik ben voor hem niet bang, buiten spreken. En kom je daar, dan hoop je dan wat erbij. Ik weet niet, misschien ja, dat kan ik allemaal niet precies herinneren. Hij daagde u uit, eigenlijk. Hij zei, kom maar op. Ja, kom op. En hij denkt, nou, wat maakt het nog mee? Zo'n klein mannetje, ja, weet je wat? En ik was verder jong, hoor. En ik denk, ja, dat kan allemaal niet. En dan als je daar komt, dan zijn woorden wisselen aan dit en dat. En dan begint te trekken aan dit en dat. En dan is hij uitgeglijden. Ik denk, godverdomme. En ik denk, verdomme, wat je bent nou? Hij is zo geworden. Ik denk, shit. Ik denk, Jezus Christus. En dan ging naar die kapitein en hij had iets verteld. En hij had een schip rondje gemaakt. En hij is niet meer te vinden.
Was u bang dat u misschien wel de gevangenis in zou moeten daarom? Dat was mogelijk, ja. Dat dacht ik wel eens, ja. Ja, ja. Maar ik denk nog, ja. Die jongen is niet meer te vinden. Ik denk nog, ja, dat gaat niet zo 1, 2, 3 over. Weet je wat ik bedoel? Ja. Ja. Heeft u er lang aan gedacht? Heeft dat jaren geduurd? Droomde u er wel eens van? Ik heb zeker een paar jaar geduurd. Ja? Zeker, zeker. Heeft u het wel eens aan iemand verteld ook? Wat er is gebeurd? Aan uw vrouw? Of aan... Nee, aan uw vrouw. Nee, dat is niet het. Nee, nee. Nee, nee, had hem niemand wat verteld. Nee? Zonder dat wat de jongens aan boord geweten hebben en zo. Maar buiten het schip, ik heb het aan niemand verteld. Nee. Nee. En ik schaam me eigenlijk ook. En dat is misschien ook wel de reden waarom Shell zich zo geruisloos van deze Mike M. heeft ontdaan. Hij had immers veel te verbergen en zou toch niet gaan praten. Maar nu doet hij dat dus voor het eerst wel. Mike heeft nog steeds niet toegegeven dat hij Leo ook op zijn vingers heeft getrapt. Daarom laten we hem een paar dagen later een DVD met de getuigenissen zien van de twee matrozen. Jan Kramer, dat is een van de getuigen, die was ook aan boord op de Kamerlonings. Ja. Hij was toen 19 jaar oud. Ja. Wie hij? Ja, hij was toen 19. Hij was erbij. Hij heeft het zien gebeuren. Nou, zullen we eens even kijken wat hij zegt? Ja. Even kijken. Hier, hè? Ja. En ook waar het op uitdraaide, dat Mike die duwde Leo steeds meer naar het hekwerk, naar de reling. En op een moment ging hij schoof me tussendoor. En daar ging Leo. Viel die meteen in het water? Ja. Nou, hield ze eigenlijk nog vast. Aan de reling? Ja. En toen heb Mike heb op zijn handen getrapt. En toen was het over. Nou, waar was hij toen die tijd? Hij stond aan boord. Hij was een van de bemanningen. Nee, bedoel nou, was zo vlak achter je. Ja. Achter mij? Ja. Ja. En er was nog iemand die achter je stond. Ik heb niemand gezien. Ik begrijp dit niet waar die mensen vandaan komt. Nee, maar, ja, maar als je dat ziet, heb je niks gedaan? Nou, u was aan het vechten. En hij was nog maar 19 jaar. En hij was gewoon perplex. Hij dacht, wat gebeurt hier? En toen was het al gebeurd. Maar er was nog een getuige. Ja. En kijk, dat is Hans Winia. Donker. Het spijt doen voor die namen, hoor. Ik bedoel, nou, als ik het weet, dan zeg ik gelijk maar. Op dat moment ook ging Mike bij het vingertoppen van elk hand zo op zijn vingertoppen trap. Ik vind dit zo raar, weet je wel. Ja, maar dit zijn mensen die erbij waren. Voor 35 jaar geleden. Ja. En als je die jongens nou ziet, ik ken ze allemaal helemaal niet. Nee, maar ze waren er wel bij. Dat staat gewoon vast. En de vechtpartij heeft op hun ook heel veel indruk gemaakt. Maar wordt het niet tijd, meneer om hier gewoon nu de waarheid over te vertellen en uw geweten daarmee ook te ontlasten. Maar ja, wat ik gezegd heb, is dit. We hadden een beetje rommel en een beetje douwen en dingen. Maar zou het kunnen dat u dat in uw kwaadheid en drift heeft gedaan en dat u het niet meer weet? Zou dat kunnen? Het is mogelijk. Het is mogelijk. Vindt u terecht dat u nooit meer wat heeft gehoord van de Shell? Hoe dat de Shell dat heeft afgehandeld? Of vindt u dat raar? Ik vind het wel van de Shell dat er niks gedaan heeft. Wat had de Shell moeten doen? Nou ja, even zeggen tegen mij of contact met die familie nemen. En laten weten wat aan de hand is. Nou ja, aan de andere kant is het zo. Als de Shell echt werk hiervan had gemaakt, was u misschien wel de gevangenis ingegaan. Dat kan best. Ja. Had u dat terug? En dan al jaren geleden, dan was ik al long horizons rigger. Ja. Dat had u geaccepteerd als u de gevangenis had ingemoeten. Had u gezegd, nou ja, dat is nou eenmaal het gevolg. Het is gebeurd, ja goed. En de advocaat erbij en even kijken wat we kunnen rommelen. Ja goed, als het zover was. Maar ja, nu, ik denk, Jezus Christus, ja, dan moet u dan praktiseren wat precies gebeurt aan alle mannen. U had wel begrepen als er een gevangenisstraf uitgerold was. Had u wel gezegd van ja, nou ja, goed, dat begrijp ik wel. Want... Ja, dat had ik wel geaccepteerd, ja. Het
Deze man heeft 35 jaar geleden Leo Rapmund overboord gewerkt en Shell weet het al die tijd al. Sterker nog, opvarenden hebben een ooggetuigenverklaring afgelegd. De dader, Mike M., is bij de eerstvolgende haven van boord gehaald en door een stuurman hoogstpersoonlijk vanuit Singapore per vliegtuig naar Nederland geëscorteerd. Hij is ontboden op het hoofdkantoor van Shell, waar zijn paspoort is afgenomen. Maar verder had het geen enkel gevolg voor hem. Want na een half jaar kreeg hij zijn paspoort gewoon terug, plus achterstallig loon. Hij moest wegwezen en zich koest houden. En dat deed hij. Tot aan zijn pensioen heeft Mike M. een onopvallend bestaan geleid als bemanningslid bij een andere maatschappij. Want wat had er met de dader moeten gebeuren, vindt u? Nou, de dader had zijn straf moeten krijgen. Maar wat ik veel erger vind, dat de Shell dit heeft toegelaten. Want die had de krijg in moeten gaan. De baas van de Shell, die dit hebben veroorzaakt en dit hebben achtergehouden. Ik vind hun ergens nog meer schuldig als de dader zelf. Ja, de afgelopen maanden heb ik uitvoerig over deze zaak gecorrespondeerd met de koninklijke Shell. Aanvankelijk stelde men zich zeer stroef op en moesten we aandringen op antwoord. Uiteindelijk berichtte men dat er bij het concern en zijn advocatenkantoor, ondanks uitgebreid onderzoek, geen feiten of omstandigheden bekend waren over de dood van Leo Rapmund. Op 14 april heb ik daarom deze 8 pagina's tellende brief aan Shell gestuurd en gedetailleerd ingelicht over de feiten van ons uitgebreide onderzoek. En in die brief heb ik hen erop gewezen dat het merkwaardig is dat er helemaal geen dossier meer over de zaak is, omdat een ex-Shell-directeur die wij hebben gesproken stelde dat die er wel degelijk moesten zijn. Ook deelde ik de koninklijke Shell mede dat onze reportage eind april zou worden uitgezonden. En zie wat er toen gebeurde. Wonder boven wonder kwam toen daags voor onze uitzending toch ineens het dossier boven tafel. Volgens Shell, omdat advocaat meester Knijf wat aantekeningen in een agenda van 1996 had teruggevonden. Alsof het befaamde advocatenkantoor dossiers alleen kan terugvinden aan de hand van oude agenda's en jaartallen in plaats van op naam. Als misdaadjournalisten zijn we misschien gauw geneigd om slecht te denken in dit soort situaties. Maar ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat Shell's tactiek aanvankelijk was. We zeggen gewoon dat we helemaal niks meer hebben en er ook helemaal niets meer van weten. Dan loopt het misschien wel met een sisser af. En pas toen bleek dat wij daadwerkelijk met een uitzending zouden komen, werd kort daarvoor ineens het hele dossier gevonden. In een late poging te redden wat er nog te redden viel. Hoe dan ook, toen volgde van de koninklijke Shell deze fax van maar liefst 30 pagina's met veel oude documenten en getuigenissen, waarin feitelijk bevestigd wordt dat Rapmund inderdaad door Mike M. overboord is gewerkt, dat er nog tegen de handen van het aan de reling bungelende slachtoffer is getrapt. Maar Shell benadrukt in dit schrijven dat er geen sprake is geweest van een doofpot of van een samenzwering om de feiten te verdoezelen. Er is correct gehandeld in 1974, zo stelt men. De koninklijke marechaussee, de autoriteiten in Liberia, onder welke vlag de tanker destijds voer, zijn ingelicht al dus Shell. Maar, zo schrijft men verder, en ik citeer nu even, wat de autoriteiten in Liberia en politie in Nederland met de zaak hebben gedaan, laat zich uit de aan ons ter beschikking staande stukken niet opmaken, maar valt uiteraard niet onder verantwoordelijkheid van Shell Tankers. Het is ons dan ook niet bekend of M niet verder is vervolgd, en zo ja, waarom niet? En, zo schrijft men ook nog, of M uiteindelijk ontslagen is, valt uit het dossier niet op te maken. Nou, maar wij weten de antwoorden op die vragen wel. Mike M is nooit vervolgd, heeft nooit terechtgestaan en heeft geen dag gezeten voor iets wat iedereen ziet als moord of doodslag. Hij zelf ook. M heeft van Shell bovendien een half jaar salaris meegekregen en nadien nooit meer iets gehoord. Misschien mag je dat geen doofpot noemen, maar mij schiet zo gauw geen ander woord te binnen. En ronduit gênant vind ik de insinuatie van Shell dat men de familie waarschijnlijk echt wel over de gewelddadige toedracht en gebeurtenissen heeft ingelicht, maar dat men overmand door verdriet de boodschap niet goed begrepen heeft. Ja, ja. Nou,
alles wijst erop dat de familie de waarheid spreekt. Als hij immers wel correct was ingelicht, had het natuurlijk zeer voor de hand gelegen dat er tussen Shell en Leo's nabestaanden regelmatig contact was geweest over de afloop van de zaak. Of de dader vervolgd zou worden, of er een proces kwam of niet. Of desnoods dat justitie de zaak had geseponeerd. Maar na de onheilstijding heeft Shell daar nooit meer iets over medegedeeld. Er is geen briefje, geen regel, geen snipper papier dat daarop wijst. Het feit dat men aan ons toegeeft dat het bij Shell niet bekend is of M is vervolgd, en dat dit ook niet de verantwoordelijkheid van Shell is, geeft de opstelling van de koninklijke misschien wel treffend weer. Want ja, waarom zou je als werkgever na de juridische afhandeling informeren als een medewerker letterlijk overboord wordt geschopt door een andere Shell-medewerker? Hoe noemde Shell dat ook alweer? Oh ja, daar moet je in berusten. Uit de correspondentie met Shell blijkt ook nog dat men verontwaardigd is over de beschuldigende toon die de nabestaanden in hun brieven aansloegen in 1995 en 96. Ze hadden het daarin over moord. En ja, dat is ook wel heel schandalig geformuleerd als je zoon of broer met veel geweld overboord is getrapt en vervolgens nooit meer boven water is gekomen. En dat ze decennia lang verzwijgen van de ware toedracht daarvan door Shell in hun brieven een samenzwering noemde, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Nou, uiteraard heb ik de Shell uitgenodigd om hier in de studio commentaar op al onze bevindingen te komen geven. Daar heeft men geen gebruik van gemaakt. Koninklijke Shell. Ik zeg voortaan gewoon Shell. Nou, dat was een heel verhaal aan het slot van deze uitzending, maar dat was even nodig. Volgende week zijn we weer met een nieuw dossier. Zorg dan dat u klaar zit, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan. The spies came out.